President Desiree Boutersen heeft de partiële lockdown wederom met 2 weken verlengd. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven ook van kracht. Dat zei Boutersen gisteren in een televisietoespraak. Hij gaf verder aan dat de grenzen gesloten blijven en dat de controle verder wordt opgevoerd. De eerste partiële lockdown werd op 29 maart afgekondigd. De president zegt dat de maatregelen goed hebben gewerkt en dat het virus redelijk goed onder controle is in ons land. Het staatshoofd vindt dat COVID-19 ons vele lessen leert. COVID-19 heeft ons als Surinamers geleerd dat wij moeten streven naar evenwicht in alles wat we doen. We moeten de mijnbouw daarom niet loslaten. Maar wij moeten andere sectoren ontwikkelen om onze economie een meer solide, duurzame en evenwichtige basis te geven. Het gaat telkens om evenwicht. We moeten onze volksgezondheid nu prioriteit geven, zonder dat wij onze economische activiteiten prijsgeven. Het gaat ook hier weer om evenwicht, met 1 uitgangspunt, de mens staat centraal. Het Nationaal COVID-19 Management Team buigt zich nu nog meer over hoe wij balans kunnen vinden tussen bescherming van de publieke gezondheid en aanpassing van de COVID-19 maatregelen. Hoewel wij overwegend in het kustgebied het virus goed beheersen, is er nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als zuid. Verder zegt de president dat de komende 2 weken gebruikt zullen worden om een gedetailleerder beeld te krijgen van de resultaten van de repatriëring. Eveneens zullen de uitkomsten van de preventiemaatregelen in het binnenland bekeken worden. Ik ben mij er terdege van bewust dat de COVID-19-crisis verder gaat dan gezondheid alleen. Velen van ons hebben reeds een aangepaste levensstijl aangenomen. De economische impact zullen wij nog lang hierna voelen. Aankomende week wordt het overbruggingspakket gepresenteerd. Dat wan taki, u sapta gewoon los me abe moeilijk. Wan loop chim bedrijf tapu. Wan loop hossel mang, wan loop poku mang. Wan los me san bevinden die brede. Tap wan trafasi leek van de venena overheid. De invallig bij je probleem. Dus hoe de bezig gaan regeren, no. Voor in elk geval, jide maar een Libi, zodat hij de kan horen in de tap watra, zonder dat hij de naam van de familie zong helemaal. Dit is bedoeld, nogmaals, ter verlichting van de hoogste noden, zodat u zich kunt focussen op wat belangrijk is, uw familie, uw naaste en uw plan voorwaarts. President Desiree Boutersen. Hij maakte gisteravond bekend dat de partiële lockdown met 2 weken is verlengd. De president zegt dat het aan het gedrag van de gemeenschap ligt wanneer de maatregelen versoepeld kunnen worden.